kids. What time is it? 8 p.m. Central European time. Hey! Ja, daar gaan we! 97.2 Radio Stad Den Haag. Here comes the music. The Rhythm Kitchen. André de Matos. Marco Di Luna. André de Matos. Marco Di Luna. Culture.
Ja, ja, vroeger had je allemaal van die schijf, hè? De kwartetschijf en de alarmschijf. Treiterschijf. En de treiterschijf. En dit was ooit bij de NCRV, de favorietschijf. Een grote verrassing eigenlijk dat de NCRV zomaar zo'n lekkere danceclassic zomaar neerzette als favorietschijf. Maria Vidal. Ik denk dat het 1986 is, maar het zou zomaar ook 1987 kunnen zijn. Ik heb hem per ongeluk niet opgezocht. Dat was ook ooit een hele gave remix van Peter Slaghuis. Ik heb hem gisteren nog wel in de voorbereiding bij me gehad, maar ik denk nee. We doen gewoon eens een keer lekker de originele. Bodywork. Ik vond dat altijd een klein beetje lijken op Madonna. Dit nummer. Ja. Ergens in de verte, maar toen, ja, Easy Daily leek er ook wel een beetje op. Goedenavond allemaal. Goedenavond Mark. Goedenavond André. Goedenavond Giel. Giel heeft weer een nieuwe bril. Een kleintje. Een klein bril. Een soort Paul de Leeuw brilletje. Toen hij nog jong was. Een beetje Joep van de Tek brilletje. Joep van de Tek brilletje. Als ik me niet zijn gezondheid ga krijgen, dan niet lekker. Nee, dan gaat het niet goed. Nou, gezellig. Lekker een beetje koud. Ik denk, nee, we gaan geen weather girls doen. Nee. It's raining men, halleluja. Het was wel kleuren weer vandaag, zeg. Jezus. Vannacht ook al, hè? Ja, vannacht onweren. En ik reed om een uur of 10:30 ergens in de buurt van het Westland. 3 graden boven 0, natte sneeuw. Yeah. Het was wel heel erg. Lekker hoor. En dan vanmorgen naar je werk, ook leuk. Ja, nou ja, dat is mijn werk. Ja, maar goed, ik ging naar mijn werk toe. Nou, het was niet te doen. Echt niet. Alles stond vast. Ook de N470 naar Delft stond ook vast. Het wordt alles vast. Maar binnenkort mogen we maar 100. Ja, ook dat nog. Maar het gekke is altijd, als het gaat regenen, dat mensen dan altijd heel voorzichtig gaan rijden. Oh, daar word ik zo moe van. Ja. In Nederland, 3 druppels regen en een korreltje hagel. En we zitten in een verkeersinfarct van hier tot Tokio. Geweldig, hè? Geweldig. Autorijden kunnen we allemaal niet. Daar doe ik mijn best voor om mensen wat aan te leren, maar het helpt niet echt. Helaas. En als er 1 vlokje sneeuw valt, dan stoppen de treinen ook gelijk spontaan met rijden. Echt waar. Ja. Ik heb zo'n examinatrice, die zei dat toen zo van, ja, mensen rijden zo slecht en liep de hele tijd maar op te mopperen. Ik denk, daar moet ik dan toch eens wat aan doen. Dus zodoende is zij examinatrice geworden. Tik op de schouder. Ik zeg, en? Wie dat geholpen heeft? Gelukkig kon ze bij sarcasme wel waarderen. Dus ja, weet je, ik bedoel, het is nou eenmaal zo. Ik bedoel, het is druk. En als het regent, nemen we allemaal de auto. Als het een beetje drukker wordt, ja, dan weten we de gaspedaal niet meer te vinden. Dat is verschrikkelijk. Maar nou wordt het naar 100 toegebracht. Ik heb Johan Cruijff een keer een uitspraak horen doen. Hoe sneller je op de snelweg mag rijden, hoe eerder je er vanaf bent. Dus hoe minder finish je krijgt. Nou ja, dat hangt er een klein beetje van af. Ik bedoel, in Duitsland werkt het prima om lekker door te rijden. Weet je, ik ben het er mee eens. Als ik hier vandaan kom, dan trap ik hem ook in. En hier naartoe ging het ook prima. Ja. Maar dat gaat om 1:05 niet. Dat ze dus overdag dit nu terug gaan brengen naar 100. Nou ja, dat is natuurlijk op papier een prachtig mooie vertoning. Maar ja, dat helpt helemaal niks. Overdag kan je eigenlijk bijna nergens echt 130 rijden. Dit, ja, dit misschien is, als je ergens in Groningen zit of zo. Is van 6:00 morgens tot 6:00 avonds? Ja, nee, tot 7:00 avonds. Oh, jammer. Dus nou ja, maar dat is op heel veel snelwegen al, dus waar hebben we het over? Nou ja, hier in de regio wel. Maar als je in het noorden en in Drenthe en zo, bedoel, daar kan je wel... Laten we het nu over muziek gaan hebben. Dat loopt helemaal leeg. In een kietje. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dus we hebben weer van alles. Ik heb... jij hebt vast wel weer een Who Sampled Wie. Ja. Of niet? Ja, wel zeker. Ja, who zeker. Sampled Wie of niet? Een Who Sampled Who. En ik heb nog een aantal verzoekjes. En ik heb ook nog wel wat leuks gevonden van 2 grootheden. Onder andere iemand die uit Frankrijk komt. Een synthesizer virtueus. Jean-Michel Jarre. Nooit van gehoord. Nee. Maar dan ga je dan zo meteen ga je daar veranderen. Gaan we daar een verandering in? Hij heeft een soort nieuw ding ontwikkeld, maar daar haak ik straks wel even op in. Oké, prima. En ik heb een primeurtje van Miesje Helsloot. Die heeft een album aanstaande. Ik geloof deze week komt dat uit. What the Helsloot heet dat album. En ik heb wat promo dingetjes, 3 tracks. Maar ik ga even kijken wat ik straks daarvan ga draaien. Dus trends van de bovenste plank. Wat heb ik nog meer? Ik heb iets uit IJsland. Het IJsland? Vind ik nog niet koud genoeg hier. Wat hebben we nog meer? Ik heb nog iets. Zet die schuiven zo open, Giel. Weet je wat ik ook nog bij me heb? Ik heb een stukje van deze heb ik bij me. Ik bedoel deze. Deze? Die heb ik bij me. The Night Train? En ik heb... Nee, was geen Night Train. En misschien ook nog wel een klein stukje deze. Ja. Hey, wat zal dat toch allemaal zijn? Nou, dat gaan we allemaal zo meteen beluisteren tussen nu en 10 uur. Ik hoor de Underworld volgens mij. Maar goed. Of Rolls Royce? Nee. Ja. Dus.
Ja, we gaan gewoon muziek draaien, daar gaat het om. Ja, druk eens op een knop. Ja. This is 97.2 FM. City Radio. Reuze goede radio. Radio Stad Den Haag. Rustig. Wij sluiten onze ogen niet en zeker niet onze oren voor dit soort muziek. Go West hoorde je, We Close Our Eyes. Een mooi zo'n tijdperk in de jaren 80. Had je natuurlijk hoop van dit soort bandjes. En ik ga er zo nu en dan eens wat van meenemen. Ja, heerlijk. Ja, ik vind het erg leuk. We hadden natuurlijk Power Station, noemde Michiel net al. Dat is ook zo'n ding met Robert Palmer overigens. Maar ja, er waren meer van die Engelse bandjes... De Smiths, noem het maar op. Het was een hele periode met allemaal van dat soort formaties. Smith. Die maken een album en daarna is het over. Oh, ik heb wel een heleboel van dat soort singeltjes nog wel. Dat, ja, kan, dat ik, is leuk, kan ik nog wel eens een keertje meenemen. Ik heb waren dat niet de Smith and Rings of zo? Nee, de Smiths. Oh, nee, Smith. Girlfriend in a Coma. Er waren een heleboel bandjes die waren eigenlijk afkomstig van universities... die daar in, rond Oxford of zo een bandje hadden. Dit is voor Master Jivey. Dit is een verzoekje van Master Jivey. Ja, Tanya Evans, Prisoner of Love. La 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 la
Master Jivey van Finland. It sounds familiar. It sounds a little bit like the Bronski beat. Tanya Evans, Prisoner of Love. Something completely different than Mildred Scott, Prisoner of Love. Or Gloria Estefan. I also know a song from Gloria Estefan, Prisoner of Love. But this is a new one for me. Tanya Evans. En mooi is eventjes door naar nu de draaitafel daar zo. Zal ik hem maar gelijk starten dan? Wel, ja, ja joh. Bedoel, het is eigenlijk voor mij de echte, nou ja, eigenlijk de tweede grote hit van Culture Beat. Want daar hebben we het over. De allereerste plaat van Culture Beat komt overigens uit 1989 in het Duits. Dat heet Der, daar gaat hij, Erdbeermond. Had ik nog nooit van gehoord, tot gisteren. Ik heb eens eventjes zitten googelen. En even, ja, het klinkt een beetje als Café Del Mar muziek. Een beetje Enigma-achtige drum of soul-to-soul drum. Heel apart, totaal iets anders als dit. Daarna kwam Tell Me What You Wait. Tell Me That You Wait. Dat was 1990. Nou ja, ook niet echt veel gedaan. Toen kwam I Like You, dat heeft wel het een en ander gedaan. En dit is eigenlijk de allergrootste tot dat moment. En hier kennen we het van, deze sample. Ja, waar is dat ook weer van? Nou, waar is dat van? Hebben we vorige week gedraaid. Precies. Vorige keer. Ja, en die originele heb ik zo meteen ook nog bij me. Als we nog een beetje tijd over hebben, dan is dit mijn hoes-sample toe. In de chat inderdaad al geraden. Ik bedoel, waar komt dit nou ook alweer vandaan? Inderdaad, Tears for Fears Change. Kleine... Zo klinkt dat. Het origineel. Je had vorige keer een remix bij je, maar Joey Negro. Ja. Zo lekker dit, hè. Nou, dat Culture Beat prima gepikt. Vind je niet? Het stond ook mooi los. Wat zeg je? Het stond ook mooi los op de plaat. Oh ja? Nee, van het origineel. Die was heel simpel te jatten namelijk. Oh, vandaar. Ze staat geen beat in niks. Nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, dat was hem dus. Ik bedoel, prachtig mooi. Hé, Paolo, kap eens. Oh god, gaan we geel in de mix? Jij laat je schuif openstaan, ik niet. Zo, nu en dan heb ik wel eens contact met een meneer in Waasmunster. Ah! Ja. En als ik nou zeg dat hij dit ook gemaakt heeft. Bam, pop the jam. Yo!
Oh, dat. Ja. Playa, Plaza, Playa of zoiets? Plaza, Plaza. Ja, ja, ik ken het. Ja, ik heb op singles in één. Super funny. Dit is Funny the Wolf. You don't start it about. Oftewel Rocco, maar dan heel anders. Ik heb al eerder New Beat gedraaid. Eind jaren 80. Dit is volgens mij 89 geweest. En toen had je een hele beroemde club. De Boccaccio in België. En daar werd gewoon deze muziek. Daar vlakbij waren studio's van CJ Pollock. Noem maar al die gasten die later ook hele goede houseplaten hebben gemaakt. Die zaten daar in de buurt. En die waren 's nachts aan het produceren. En dan was het van, oh ja, nou, nu is die wel klaar. Hup. Dat tapeje mee naar de Boccaccio. Uitproberen, kijken hoe er gereageerd wordt. Reken maar dat hier. Terug de studio in. Zoals om 7 uur nog een keer. Want die tent was 24 uur per dag open, geloof ik. Oh. Maar reken maar dat op dit soort simpele teksten gigantisch gereageerd worden. Ja, yo, dat is ongelooflijk. Was het ook niet een beetje in de tijd van de confetti's? Dat is New Beat. Alleen ja, daar, die hebben de New Beat weer zeg maar, in de commercie getrokken. En toen bloedde het langzaam dood. Maar dit is dus ook gewoon Funny the Wolf. En dat vind ik dan wel heel erg grappig. Gezien of gelezen dat er een samenwerking was tussen de Pet Shop Boys en Jean-Michel Jarre. En Victor had het nog steeds niet door, ondanks het feit dat je het aankondigde. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Hey, het is een beetje Pet Shop Boys. Hij wordt ineens wakker en denkt, hey Bobby O, wat is dat? Wat? Hij heeft naast de soundblaster gezeten, terwijl hij hem afstak. Ah, of hij heeft een tegeltje, kwam even niet goed aan. Zo, ik heb een leerling van mij die is dakwerker. Bedoel, die had even per ongeluk een, hoe heet zo'n ding? Een dakpan wilde die aanpakken. Maar die schoot door zijn vinger. Boing, bovenop zijn hoofd, knal. Gat in zijn hoofd, gooi je bar in. Maar, dames en heren, we zitten natuurlijk nog in 2019. Maar mijn vraag is aan jullie daar, of aan jou ook. Hoe gaan jullie 2020 in? Want we gaan natuurlijk naar een ander decennium toe. Oh, ik ga eerst eventjes naar de Efteling toe, zoals ieder jaar. En dat bedoel, gewoon gezellig. Gewoon met het gezin, aan de Amaretto Cola en zo. Bedoel, lekker. Ja. Jij loopt steen, als je het eruit ziet. Ik weet het nog niet. Het duurt nog 2 maanden. Ja, dat is waar. dit is de NYC band. Ah.
3 keer raden wie dit geproduceerd heeft en geschreven en erin meedoet. Bobby O? Fonny de Wolf. De beste plaat is die ik mee kan brengen. Maar het ging mij om het contrast tussen Yo Yo van Plaza en de NYC band, de New York City band, waar Fonny de Wolf dus ook bij betrokken was en ook heeft geschreven en geproduceerd, et cetera. Dus dat was even voor de lol. Ja, nee, het is totaal iets anders. Het is inderdaad een apart figuur. Ik heb hem inderdaad op Facebook ook eens zitten bekijken. Gaat hij rustig op zijn gemak aan een piano zitten te werken? Ik bedoel, een inderdaad veelzijdig persoon. Heb je zijn studio wel eens bekeken? Nee, zover was ik nog niet. Ik had niet zo heel veel tijd van de week. Ja? Met kroonluchters en al. Maar goed. Met kroonluchters en al. Ja, zeg heel maar. Maar je had het ook over dat hij met een Italiaanse dame die ook. Nee, maar meer, dat komt later. Dat oh, sorry. Is voor de voorbereidingen voor eventueel. Ja. Ah. And now something completely different. Ja. Dit is bekend, oud. En er zit een brom in. In een nieuw jasje. Nee, er zit geen brom in. Zit er een brom in? Waar kennen we dit van? Ja, er wordt even doorheen gebabbeld. Dat vind ik wat jammer, maar goed. Raad een plaat, raad een lied, raad hem wel, raad hem niet. Kennen hem allemaal. Ja, ja. Zit er mijn tong, maar komt er niet af. Veronica gebruikte dat ook, dat melodie. OMD. Ja. En dan de stijl van remixen. Enola K. Ja, en de stijl van remixen. Met amaretto met cola. En wie heeft dit dan geremixed? Sash. Encore une fois. Wie Sash? Leuk gedaan. Sash. In de remix van OMD Enola B.
target at 09:15 hours at an altitude of 31,000 feet. Little boy exploded 800 feet above the target with the equivalent force of 20,000 tons of TNT. Vrolijke remixen. En Sash was zeer bekend natuurlijk met Encore une fois en al dat soort dingen. Ecuador. Waanzinnig. Hij is nog steeds gewoon bezig om allerlei dingen te produceren. Alleen je hoort niet zoveel meer van hem, helaas. Maar dit kwam toevallig per ongeluk bij mij op. En ik denk, ja, de geluidskwaliteit is niet alles. Maar ik vond het gewoon een lekker nummer. Punt. En de chatters, die zijn het met me eens. Over chatters zijn er een heleboel. Hallo, Danny Zwolle, Johan van den Berg, Johannes Hendricks, José Galantes from Malaysia, Master Jivey, Philip Jong from Kuala Lumpur, Pipi, Ricardo. Gezellig dat jullie er waren afgelopen zondag. Ja, Ronald Lokker, het was sowieso gezellig afgelopen zondag. Rotterdammert is er, Victor, die was er ook. Viv hebben we gemist, maar het was wel heel druk, heel gezellig. Leuk. Het is hier altijd gezellig op zondag. Ja, maar zondag, afgelopen zondag was het heel gezellig. Ja, het was wel heel gezellig. Extreem. Dus, maar even terug naar IJsland. Luister maar, dit is in ieder geval de Dimitri from Paris Le French Dutch remix. En luister maar wie dit dan is. Hoor je vanzelf. Hey!
mensen met een beetje muziekkennis hebben het wel gehoord. Björk. En dit was hem, denk ik wel zo'n beetje haar grootste hit. Human Behavior. Oh, dit was... Oké. In de Dimitri van Paris Le French Touch remix, zei ik al. Ja, vindt ze Björk Goodmans dotter, heet ze voluit. En het is inderdaad een klein raar draakje met... typisch voorkomen, zal ik zeggen. Ja, apart. Inderdaad, heel wit gezicht en zwart haar tot een... Ja, apart. Ja, het is IJsland. Dat is het grootste gedeelte van het jaar is het winter. Hoewel, ja. Tegenwoordig ook niet meer, maar... Dat komt door de stikstofcrisis. Hou op, schij uit allemaal over stikstof. Die scheidvulkaan die dat allemaal uitpoepen. Die stikstof. Wow. Yo, alles wat je uitademt is ook stikstof. Kijk maar uit dat je niet stikt. Nou, gelukkig niet. Dat hoop ik niet. Het is ook een verrassing deze. Ik was afgelopen week aan het appen met Hansie Hans. En afgelopen zondag heb ik hem eindelijk live gezien hoe dat hij er ook uitziet. Hij zit helaas nu vanavond niet in de chat, dus hij kan het niet helemaal meekrijgen. Maar meestal luistert hij wel terug. En dit is zo'n tipje van hem. Typisch zo'n plaatje, nooit van gehoord. Chai Laya. Eendagsvliegje. Waar is die sample nou van? Ja, waarschijnlijk wel. Het is in ieder geval gedaan door Ben Liebrand. Het is geschreven door John Fogerty. En die ken je dan weer van Creedence Clearwater Revival. Het nummer is Proud Mary. En het geinige is, het komt uit 1984. En Discogs zegt weer dat het uit 1983 is. Het zal ergens op die grens geweest zijn. Het is opgenomen in de Wisseloord Studios. Dus ja, is het Nederlands? Is het Italiaans? Whatever, het klinkt leuk.
Jazeker. Dat was Peter, hè? Ja, dat is een vroege Bendy Brandt-productie, dit 1983-84. Was toch wel erg uit zijn beginperiode. Ik had het werkelijk echt nog nooit gehoord. En dat vind ik erg leuk aan Hansie Hals. Die heeft heel veel muziekkennis. Ja. En ook is altijd wel heel erg fan om de echt zo goed mogelijk originele tevoorschijn te toveren. Zo ken ik Hans Hansen in ieder geval. Ja, is leuk toch. En het was leuk om hem een keer te ontmoeten. Ja, en wat een heerlijk Utrechts accent. Heerlijk. Ja, ik heb niks gehoord. Je wil een keer singles laten inspreken door hem. Ja, ik lijkt mij onwijs dan leuk. Dan begin hem een keertje op Utrecht. Ja, dat lijkt mij onwijs gaaf. Dat zou ik echt onwijs leuk vinden als hij dat zou kunnen doen. Ja, voor het weet heten we Radio Stad Utrecht. Nee joh. Domstad. Zelfs in Utrecht, jochie. Ja, echt. Zoiets. Dus. Daar gaan we nog eens over nadenken. Ja. Maar Rolling on the River. We kennen het natuurlijk onder andere ook van Tina Turner. Uiteraard. Maar het origineel van John is geschreven door John Fogerty. Met die hele mooie lange naam. Creedence Clearwater Revival. Lekkere band. Lekkere muziek. Ja, vind ik wel. Heel iets anders dan op Radio Stad. Maar echt leuke muziek, vond ik. Over Radio Stad gesproken. Jouw Radio Stad. Ja? Is weer al drukdoende met de voorbereidingen. Voor jawel. De top 100 alle tijden. Hmm. En in dat kader gaan we. Dus heb ik even wat meegenomen waarvan ik denk: van nou, dat is nou zo'n Italo. Die mot er gewoon weer in en die mot ook omhoog. Dat heb ik zondag ook gedaan. En dit is ook weer een van mijn favo's, zou Rick Rotterdam zeggen. Nou, laat eens horen. En jij had laatst iets wat je draaide, dat was niet Stage, maar dat heet Stage. En dat had je dan omgedraaid en alles. Maar dit is dus Stage en Ocean of Crime. En er is nog een andere uitvoering van hetzelfde nummer. Ik ben even wel heet ook Ocean of Crime, maar wie was dat? Die andere, nou goed, whatever. Deze uitvoering vind ik het mooist. Stage, een Italo.
Ocean of Crime. 28 december is de top 100 gepland. En dan gaan we weer de hele dag knallen. En gaat de hele bende van ellende hier weer staan om alle 100 platen van vinyl te draaien. Dus hou de boel in de gaten. Binnenkort komen we online met allerlei posts en dingetjes. En het is de 15e. Het is een hele bijzondere dit keer. Anniversary. Ja, 15e anniversary. En we gaan van 2019, dus de 2010, dan gaan we naar 2020. Jezus, echt? Nou, leuk man. Oh, nou. Leuk! Dat wordt echt een nee. Het is wel een bijzondere oud en nieuw gaat het worden. Ik krijg decennium stress. Ja? Decennium. Had je dat in 2000 ook of niet? Nee, totaal niet. Millennium stress? Ik weet dat we allemaal over hadden van... Goh, als het zo meteen het nieuwe millennium wordt, dat wordt toch wel... Ik vond die oud en nieuw van 1999 veel leuker. Oh, kan. Van 98 naar 99, een wereld oud en nieuw gedraaid toen de tijd. En 2000 had iedereen zoiets van, ja, dit moet hem worden. Nou, ik had in de jaren 70 altijd hele leuke oud en nieuwtjes. Ging altijd met mijn haartjes nat. 11 uur. Ja. Wim kan kijken. Oh, wat lief. Oh. Ja. Ja, ik ben al heel oud. Ja. Maar je, sorry. 97-2. Radio Stad Den Haag.
is echt zo ongelooflijk mooi. Klassieker. Ik weet dat hij aangevraagd werd. En dit is nou typisch zo'n plaat. Als je die titel ziet, dan denk je, nou, het zal wel. En dan ga je eens heel even dat opzetten. Jezus, dat is inderdaad een ongelooflijke knijter van een plaat, zeg. Die past in het rijtje Age of Love. Ja. Stella absoluut. Van Jam & Spoon. Ja. Echt waanzinnig. Trends van de bovenste plank, dit. Ja, echt maar geweldig, goede serieus, keuze. Ik blijf erbij. In die tijd, ik heb hier nog geen klaar liggen. Werd gewoon de mooiste trends gemaakt. Blijf ik bij. Nou, dat mag. Later werd het pas echt bekend. Zo. Werd het echt booming. Maar bedoel, dit was wel klassiek. Als je 1993 schrijven, jongens. Tjonge, jongens. Nou, dan gaan we nu even naar, ik geloof, 1902 of 83. Oh. Naar een hele rare plaat. En ik weet bij God niet hoe ik hem nou tegenkwam. Ik dacht via Spotify. En het lijkt eerst Italo, of het is Canadees, maar dat is het allemaal geen van beide. Het is ook een raar beetje space disco. Het is volgens mij 2 of 83 en het heet Q. And the voice of Q. Het is vage. Ja, dat is de titel. Oké. Denk ik, neem het toch mee. Een beetje oude disco, space disco, funk. Van alles door elkaar. Je hoorde Q and the Voice of Q uit 1982. Nou, dan is het maar een heel klein stapje naar 1983. Ja, dat klopt. Je hebt goed mijn nummers deze avond. Ja? Nou, en jij ook al? Nou, voor 2019 wordt het ineens 2020. Ja, dat is toch goed. Maar het wordt speciaal, zeg ik. Ja, dat... Ik heb hier zo gewoon hier in het lijstje, heb ik het er gewoon bij staan. My girl.
Victor in de chat. Maar speciaal voor Victor, want die is altijd zo lekker Bobby O. fan. Nou, dat viel afgelopen maandag nog mee. Toen vroeg hij een plaat aan van Keith Sweat met Nobody. Ja, heerlijk. Dan denk ik, het is een heerlijke plaat. Maar dan is heel iets anders dan dat je My Girl van Bobby Orlando hoort. Hij verrast me inderdaad nog wel eens. Dat is wel leuk. Maar dat vind ik wel leuk. Dat vind ik juist leuk. Een beetje Rhythm Kitchen, hè? Ja, precies. Ja, ik vind jouw show ook erg leuk, Giel. Dankjewel, schat. Ja, hartstikke leuk. En we hadden het er net in de chat hadden we het over die plaat die Marco er net draaide. Die Italo van Stage. Ja. Nou, die beentjes die bleven wiebelen met het Can't Get You Out of My Head. Dat had ik met mijn zoontje Wesley. En dat was dan met Guru Josh. Die, Infinity. Daar zat hij ook zo. Ja, maar dan die remix destijds. Ik bedoel, in 2006 was dat. Zat hij ook mee te stampen. Geweldig was dat. Leuke herinneringen. Nou, Can't Get You Out of My Head. Overigens, ILO, dat is ook een waanzinnig mooi. Maar goed, dat is misschien leuk om af mee te Moet je ook maar eens aan Michiel van der Kuij vragen over ILO. Over 2 weken misschien. Als we een beetje geluk hebben. Als we een beetje geluk hebben. Ja, want dan is mijn zoontje jarig. Ja, dan moet ik toch even family business. It's a family affair. It's a family affair. Wat altijd leuk is, is een beetje contact te hebben met de mensen uit de muziekindustrie. En via Koen Bom ben ik soort van in contact gekomen met Michiel Helsloot. Ja. En dat is ook wel een rot in het vak, in het trendsvak wel te verstaan. Hij heeft onlangs, afgelopen weekend in het paard, een hele nacht doorstaan beuken in zijn eentje. En dus ik zag dat hij een nieuw album op stapel heeft staan. What the Helsloot is de titel. En hij heeft nu eerst een cd uitgebracht, dus een hardcopy cd. En nu is hij langzaam voor de digital liefhebbers, is hij de bol aan het uitzetten. En volgens mij komt hij eind deze week het album uit. Ja. Komt u eens even binnenvallen. Het is even binnenkomen. En dit is ook weer trance van de bovenste plank. Wel moderne trance, moet ik er wel bij zeggen. Dus het is iets anders dan de U-Mate en zo. Maar dit zit wel weer verdomd heel erg lekker in elkaar. Er zit ook gewoon zo'n mooie drop in met een hele lange beeld. Dat hoor je straks wel. We laten hem gewoon lekker lopen. Af en toe een jingletje doorheen. Ik weet niet of die dat wil dat we hem nu helemaal kaal gaan draaien. Luister naar Michiel Helsloot met Fred Baker. Manos Arriba. En dat is zoveel als handen in de lucht. En dat komt straks wel naar behoren. Luister, lekker. Rhythm Kitchen, André de Nartog, Marco de Luna. Thank you.
Pintjun, André de Martel, Marco di Luna. Jij hebt nou al een paar keer wat nummers van hem meegenomen. En ik krijg steeds meer waardering voor die gozer. Ja, die schat. Maar ja, dit is een jongen die natuurlijk al zo lang produceert. Ik schat dat hij misschien net iets jonger is dan wij. En al sinds de opkomst van de elektronische dansmuziek is hij in die scene bezig. Ja, dus... maar de een die maakt muziek dat je denkt, nou oké, het gaat wel. Maar ik heb nou al een paar nummers van hem voorbij horen komen. Dat ik, jezus, wat is dit gaaf, zeg. Ja, dat heb je gewoon. Ik bedoel, sorry. Ah, je mag niet zomaar bij Armin van Buuren op bezoek visite komen. Dat mag niet zo. Hoor. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel even ook wel leuk om te noemen. Hij stond laatst bij Illustrative Trends bij Armin live te draaien in het kader van zijn nieuwe What the Hell Sloot album. Afgelopen weekend in het paard stond hij geloof ik ook 5-6 uur non-stop te draaien. Dus het is wel een jongen die wat in zijn mars heeft, zou ik wel zeggen. Dus die niet onverdienstelijk in de muziekindustrie aan de gang is geweest en nog steeds is. En ik heb begrepen van jou, omdat je als we een klein beetje geluk hebben, dat hij misschien een keertje langskomt. Ja, ik moet hem nog eens een keer vragen. Hij had het heel erg druk. Natuurlijk met zijn album moest af. Hij moest voorbereiden voor het paard. Dus ik ga het hem zeker nog een keer vragen of hij dat leuk vindt. En nou, wie weet. En nou, dan ben jij vroeger nooit naar de marathon geweest. Maar waar ik mij in de periode van Rens van der Mar altijd over verbaasde, was die midden op de avond ineens dit ging draaien. En dat vond ik zo raar. Want ja, je gaat toch niet midden op de avond zo het tempo eruit halen. En vanaf dit nummer... Phil Collins. Precies, bouwde die dat dan weer op. Heel langzaam naar wat sneller. Dat duurde weet ik veel hoe lang. Dat kon toen in die tijd heel erg makkelijk. Maar ja, toen ik draaide altijd, was het altijd beuken, stampen, gezellig. En ja, bedoel, dit... Nou, om een uur of... half één of zo, ja hoor. Standaard kwam die erin. En ik vind het een onwijs goede remix, daar niet van. Ik heb hem toen alleen veel te vaak gehoord. En ik verbaasde me er gewoon altijd over dat Rens dat altijd deed. Goed. Maar hij werd wel aangevraagd, wederom weer, door Johan van der Berg. Dus ja, zodoende dat ik deze dan per ongeluk ook bij me heb. En ik vond het een aardige verandering ten opzichte van die Misha Heistad. Ja, maar misschien moeten we een strippenkaart invoeren. Ja, we gaan zo meteen misschien een stukje van jouw remix draaien. Nee, die bewaren we. Oh, oké. Okay. Nee, om dat hele avond je bedoelt, in the air tonight. Nee, goed. Ik bedoel, strippenkaart dat hij die er niet te veel aanvraagt, bedoel je. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik vond het... Ik had het 2 weken geleden dat ik dit ook al bij me. Toen kwam het er gewoon even niet van. Nu wel, Phil Collins in the air tonight.
Destijds ook heerlijk mee mixen. Nou, dat heb ik er net ook nog eventjes gedaan. Eleanor Goodman. Ik ben ooit een keertje naar de Escape geweest in Amsterdam. En ja, ik ging helemaal niet zo vaak naar Amsterdam. Was in 1988.
En wonder boven wonder, ineens ging het gordijn open, kwam Eleanor Goodman tevoorschijn en ging ze dit live zingen. Vond ik heel apart. En ik zit hier ze nu ook te kijken. Het is Hurt First 12 inch. En daarna hebben we nooit meer wat van heel Eleanor Goodman gehoord. Wat raar. Ja, nou ja, ik vond dit een wereldnummer. Echt. Ik vind nog steeds een wereldnummer. Ik kan er niks aan doen. Nee, dat kan. Smaken verschillen. Toch? Ik zou eerder wakker worden bij In The Air Tonight dan bij deze plaat. Ja? Ja? Ik vind ze alle twee wel leuk. Oh. Ik vind ze alle twee wel leuk. Allemaal een beetje uit die periode. En overigens, over die Air Tonight, bedoel, dat was best wel apart. Phil Collins vond destijds die remix die Ben Liebrand maakte nog beter dan zijn eigen origineel. Dat vond ik een hele goede plaat. Vind ik nog steeds een goede plaat. Ja hoor. Het origineel is mooi, de remix is mooi. Ik bedoel, ja, dit keer toevallig de remix. Dat past wat beter bij het programma, zou ik maar zeggen. The Rhythm Kitchen hier op Radio Stad Den Haag. Zegt de naam Eddy Cornaar jou iets? Aha. Nee, ik vroeg het aan hem. Oh, nu jij even weet altijd alles. Oh. Nu maar even in eerste instantie niet, maar laat eens wat horen. Nou, ik heb de eer gehad om met hem te mogen samenwerken. En dat is een beetje een Nederlands beroemdste percussionist. En wereldberoemd geworden met de Soul Cha-Cha. Inderdaad. En dit is bij mij in de studio, hebben wij alle percussie destijds helemaal opnieuw gedaan. Zo. Ik geloof 8 tracks percussie. En daar heeft de buren kwamen op een gegeven moment vragen. Joh, ga je nog lang door? Want ja, dat is nogal wat werk. Ja, nogal. Dus dit is mijn versie van Soul Cha Cha. Eddy Cornaar en de Hupplepup Band was het. Ja, Eddy en de Soul Band. Ja, ja. Leuk. Soul Cha Cha. Leuk. Klassieker. Ja. Die plaat. Ik heb ook de 12 inch nog. Overigens. Ja. Dat was hem. Ik heb ergens in de jaren 90 heb ik inderdaad wel een keer zo'n soort versie wel meer gedraaid. Ik bedoel, dit is echt zo'n feestnummer. Maar even voor de duidelijkheid, dit was dus een demo, dus vandaar dat het niet helemaal top klinkt. Maar je hebt dit nooit uitgebracht. Zo. Nee, het management werd het niet eens met onze platenmaatschappij. Zonde. Vind ik echt zonde. Ja. Serieus? Nou, je zal denken, wat gaan we nou weer horen? Ja, over vrolijk gesproken. Jij denkt, het is koud. Ik ga maar even door met de carnaval. Nou, eigenlijk meer... Nou ja, wel, het is net de 11e van de 11e geweest, hè? Ja. Daarom, het moet weer kunnen. Nee, omdat jij eigenlijk zo'n vrolijk nummer had, dacht ik van... Oh, nou ja, laat ik ook eens iets uit... uit de discotheek draaien waarop dat ik gedraaid heb. Dit is dus gemaakt door deze twee DJ's. Randy Katana, zo werd hij later bekend.
Freek Fontijn, nog wel bekend hier zo van Radio Stad Den Haag. 1991 schrijven Interstate 69 Tequila. Als jij nou even die hoes nog een keer pakt, ja, dan kan je even goed laten zien, want heel veel mensen zien dat waarschijnlijk niet zo goed. Rechtsbovenin, in de hoes daar zo voor Interstate 69 staat, of zoals het nuf, mag je het ook noemen. Die. Daar staat Freek Fontijn daar zo met dat, daar helemaal, nou ja, daar bovenin. Ja, zo, ja, daar, zo zie je hem wat beter. Ja, aan het hoekje hier zo, moet je goed kijken, ja, hier op de video. Die meneer daarnaast, zonder stropdas, dat is Randy. Is dat Randy nog? Dat is okay. Nou Randy. Ja, ik heb ook een keer een sportje mogen inspreken voor die Tahiti. Ja. Waar Randy zijn naam ook genoemd moest worden. En Vinny, de DJ. Maar het was Freek er niet meer, dat weet ik nog wel. Nou, dan was het met mij, want bedoel, het was Vincent met André. En ja. Het was, ja, geloof het wel, ja. Ja, dat moet ik er wel geweest bij zijn. Bij Ilko Weinig heb ik toen een sportje mogen spreken. Bij Q Creative. Nou, en zo zag de Freek eruit. Ja, is inmiddels ongeveer 15 tot 20 kilo zwaarder en wat minder haar inderdaad. Ach ja. Ja, oh, je bedoelt Vincent? Nou, laten we die andere ook maar even nemen. Ik bedoel Freek. Oh, Freek. Freek, ja, die heb ik al heel lang niet meer gezien. Dus nou, ja, wel goed. Hoor. Ik zie hem nog wel eens. Ja, nou, een Tahiti Club. Daar zat raarde ik nadat Freek en Randy dat destijds deden. Ik heb dat van 1991 tot 1995 heb ik dat als reserve gedaan op een donderdagavond. En daarna van 1995 tot 2001 zo ongeveer samen met Vincent. Dat was een leuke periode, leuke tent. Dit nummer heb ik veel gedraaid. En dus een van zijn leuke producties. Gezellig.
Een katana beter. Ja, dat kan. Dat is wel een leuk verhaal met katana. Bedoel, toen was ik op vakantie in... Portugal. Ja, precies. Toen hoorde ik hem daar zo in de discotheek. En toen hadden we nog geen internet. Dus toen zei ik tegen Randy zo van... Joh, het is een hit hier zo. Dat was wel grappig. Maar dat heb ik inderdaad al een keer verteld, dat verhaal. Nou, 3 keer. Maar dat geeft niet. Nou, precies. Ik onthoud alles. Ja, heel goed. Bijna alles. Heel goed. Now something completely different. 1981. Klinkt heel Amerikaans. In een kano. Maar het is niet Amerikaans. Nee, dit is Kano. Ja, precies. It's a war. Dit heet Party. Oh. En het komt van de LP New York Cake Party. Kano van Another Life. Ja. En, hoe heet het? War dinges. It's a war. It's a war. I'm ready. Album is een later album. Maar dit is wat zij eerst maakten. En dit is op hetzelfde label als The Creatures. Fulltime Records. Oud Italiaans label. 1981. En ik ga gewoon, zo nu dan draai ik iets van die LP. En het zit zo ongelooflijk goed in elkaar. Het is verrassend goed, inderdaad. En, maar ja, de verrassing is dus dat zij ook Another Life hebben gemaakt. En dat is natuurlijk dat is echt veel meer een klassieke Italo-track. Compleet iets anders. Maar dit is waar ze vandaan komen. Eigenlijk welke vind jij beter? Another Life is the Queen of Witches. Ja, weet je, moeilijk is dat. Ik ben daar niet zo van. Nee, ik vind het gewoon goede muziek. Alle twee, hè?
Ja, maar ik vind dit, in dit genre is het totaal anders. Ja, dat is disco funk. Niet te vergelijken. En dit zit, precies. Muzikaal gezien is het gewoon ongelooflijk goed. Het is precies letterlijk de tekst die ik inderdaad wilde zeggen. Ze niet met elkaar te vergelijken. Nee, nee, klopt. Dat is, ja, alsof je in een DAF rijdt of in een Lamborghini rijdt. Nee, maar dat bedoel ik niet. Iets anders. Welke van de twee van Another Life of The Queen of Witches, welke van die twee vind je dan in dat geval beter? Ja, ja, Another Life is natuurlijk gewoon een iconische plaat. Okay. Daar kun je niet aan tornen. Over iconische platen gesproken. Oh, gaan we naar een iconische? We gaan zeker naar een... Aha. Wat dacht je hier nog op? Dit is mijn guilty pleasure voor vanavond. Gisteren had ik het er met Victor Raben al over. En Pieper in de Freewheel Show. We gingen het over triootjes. En dan denk ik, hey, ik voel een volle request opkomen. Ja. En dan denk ik, dit is leuk. Zal Victor niet zijn. Ja, precies. Triootjes. Trio, da, da, da. Jaren 80. Mijn schat. Aha. Es immer nur bergab, aha. Gib nur das, was du verstehst, aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da, da, da. Ik kan het me nog gewoon als de dag van gisteren herinneren. En dat zijn die piepjes die je inderdaad in dat nummer hoort ook. Hè? Het is het drumcomputertje van die Casio. Ik heb zo'n ding gehad. Ja. En ze zijn nu weer geld waard, hè, die dingen. Die dingetjes, ja. Grappig is dat, want volgens mij, hoor dat, die piepjes, die zitten volgens mij ook aan het begin van de Venga Boys met de Venga Bus. Daar zitten ook die piepjes in. Ja, ze hebben heel veel hebben dat het loopje gebruikt. En ik heb volgens mij, ik had een drum plugin gekocht, daar zit ook die kit in. Geweldig, toch? Even iets anders. Ja, in een hele andere uitvoering. O jee. Voelen als ik zeg Playing with Knives. Playing with Knives. Dat is een titel van een bekende plaat. Maar ik kan er nou even niet op komen. Dan ga ik het nog niet zeggen, dan hoor je het vanzelf wel. Precies. Gotta get up.
Inderdaad. Ja, bedoel, in de Paul Morel remix. Toen de schuif eenmaal dichtging, toen herkende ik hem inderdaad meteen. We gaan eens eventjes hier zo naartoe. Ja, dit behoeft niet eens een aankondiging. Maar als je dit niet weet, dan moet je je gaan schamen, zou ik zo bijna zeggen. Toch? Ja. 1979. Ook al best wel weer lang geleden. Maar volgens mij Belgen. Dat durf ik je helemaal niet te zeggen. Maar het is zo waanzinnig. Ja. Hoort gewoon niet thuis. Nee. Grapje. Ja, hoort gewoon thuis hier in de Rhythm Kitchen. Volgens mij hebben we nog nooit gedraaid. Bij deze nu een keer wel.
ook wel fan van. En die gasten die zijn trouwens al de hele jaren 70 bezig geweest onder diverse namen. Met Space Disco eigenlijk is het ook. En ze komen inderdaad uit België, dat had ik dus redelijk goed onthouden. Ja, eerlijk gezegd wist ik daar eigenlijk vrij weinig van. Ik vind het gewoon een waanzinnig gewoon goed nummer. Punt. Klaar. Ja, ze hebben ook nog een nummer gemaakt. Heet Looking for Saint-Tropez. En Rock Around the Clock. Sorry. Komt-ie. En Danny Zwolle die reageert hierop dat in Lipstick, I'm a Raver, dat daar de sample ook in zit van Telex. Over samples gesproken? Ja, precies. Net had volgens mij Hans Haat over It's a War van Kano. Ja. En ik heb een remix mogen maken in de jaren 90 van de Scoidy Man, Electric Funk. En dat is deze. En volgens mij is dat een sample van Kano. En dit heb ik onder de naam Pleasant Chemistry mogen remixen. Een club knapper trouwens destijds. Enjoy! Chemistry Remix en dat heet Electric Funk. En volgens mij was dat dus een sample die daarin zit van Kano. It's a War. Dat gitaartje. Precies. Dat heb je toch ook met Hoop There It Is van... Ja, zo klinkt die beat behoorlijk. Ja, ik snap jouw Hoop There It Is wel een beetje. Dat was dat ook bij I'm Ready is dat, geloof ik. De plaat van Kano. En daar vind je dan Hoop There It Is. Heeft daar de sample in gebruikt. Wat zeg je? Ja, goed. Maar het is voor mij een sample van Kano, sowieso. Of het nou It's a War is of een andere. Volgens mij is het It's a War was dat... Maar goed, laat maar. Het was een sample van Kano, dat weet ik zeker. Ja, klopt. Ik vond trouwens hier in de chat de opmerking van meneer Silberfox. Geweldig. Hi late hi to everybody.
Could somebody tell me the name of the crazy German video with the weird singer and the bored drummer? Geweldig. Oh, ja, ja. Dat is wel de opmerking van de avond, ja. Vind ik wel. Also, dat is waar trio met ja. Da, da, da. Ja, leuk. Leuk dat dat reacties oplevert. Het was gewoon zomaar een klein geintje toen we gisteren in de Freewheel Show waren we een beetje aan het geinen met de diverse mensen. Het is een leuke show trouwens. Leuk, ook gezellige muziek. Allerlei van de hak op de tak dingetjes. Ja. Ja, dus heel geinig. Maar ja, van de hak op de tak, dat kunnen wij er hier ook wel een beetje. Oh, gaan we van de tak? Toch? Een beetje. Ja, nou ja, we proberen het een beetje divers te houden. En voor ieder wat wils. Maar ook gewoon aandacht te geven aan goede muziek. Uit welk tijdperk dan ook. Ritmisch, funky, disco, whatever. Goeie muziek. Dit is ook ongelooflijk. Het is eigenlijk zonde om doorheen te gaan praten. Hè, gaan we die nu draaien als laatste? Dit wordt onze laatste plaat. En wat voor een. Heeft een jingletje ervoor gedaan? Nee, jij bent ook zo geboren volgens mij. Ja. Als jingle? Nee, Slippy. Ja, misschien wel. Hey, het was een waanzinnig weekend. Het was een zware bevalling, dat wel, dat weet ik. Ja, nee, dat geloof ik direct. Daarom klinkt ze ook zo. De moeder van Giel aan de leiding en zo. Ah, leuk. Die lag bijna de blaas is bijna afgelopen. Hé? Ja, hey, wat? Ja, 84, hallo. Ja, joh, geweldig. Nee, we gaan naar 1995. De mensen die kennen het absoluut. Hier is Underworld.
lang Underworld gaan draaien. Nee, dat denk ik ook dat niet, laatste stukje dat is iets minder spannend. Maar het is wel zo'n ongelooflijk gaaf nummer. Dit is wat Van der Kuij een hamer noemt. Oh ja? Ja, dat noemt dus hammer music. Hè? Ja, bam, bam, echt bam, bam. Heerlijk. Dit is zo'n klassieker. Echt. Ja. En ik zeg net tegen jullie ook, maar toen er een party was in de jaren 90 en die gooide deze plaat erin, dan hoorde je hem zo opkomen met het intro. Oh, alleen dat begin al. En ineens... Heerlijk. Ja, absoluut. Goede herinneringen aan. Ik heb dit nooit veel in Tahiti kunnen draaien. Want dit was nou typisch muziek. Daar kreeg ik twee blauwe ogen van Arie. Oh, jee. Ja, echt. En die gasten zijn nog steeds actief, hè? Underworld. Dus dat is echt geweldig. Ja, maar hoort dit dan ook? Maar als je dit dan zou draaien in Tahiti toen in die tijd, gingen de mensen er wel op dansen of vonden ze dat zelf er in Tahiti ook niet? Was het er geen publiek voor? Ik kreeg gewoon van Arie de kans niet voor. Ik kreeg de kans niet voor. Nee, bedoel, er waren gewoon dingen die kon je gewoon niet doen. En ja, Arie was net zo breed als dat hij klein was. Ja, dat kan wel. Ik heb hem wel vaker rare dingen destijds zien doen, dat ik denk, nee, sommige dingen moet je gewoon niet willen. En dat heb ik dan dus ook gewoon niet gedaan. Dus ik weet niet wat de reacties in Tahiti zouden opleveren met dit nummer. Want je hebt nooit gedraaid eigenlijk in Tahiti. Ik heb hem in Tahiti nooit gedraaid. Oh. Nee, dat is wel jammer. Want ja, ik eigenlijk vind wel. Echt een waanzinnig nummer. Maar, dat had je kunnen experimenteren. Waardoor je mocht er wel eens een keer een plaatje uitproberen. Ja, nou ja. Net zoals wat Lobenstein in de uitzending ook zei. Van nou, deden ze kijk, daar in België. Weet je wat je net vertelde? Bijvoorbeeld als ik die Age of Love draaide. In het begin van die Age of Love. Dat is heel, die beat is heel soft. Dan moet je dus hem echt behoorlijk hard zetten. Wil dat over de rest van de nummers heen komen. En dan krijg je op een gegeven moment dat die hele scherpe snare. Dat hele felle, heftige geluid. Dan moest ik hem weer helemaal zacht zetten. Nou, daar werd Arie helemaal kriegel van. Nee, maar er is ook een verschil. Hè? De Boccaccio was een vooruitstrevende en vooruitlopende club. Tahiti was natuurlijk met alle respect, gewoon een discotheek. Dat is klopt. En dat is heel wat anders dan de Boccaccio. Dat was daar diep iedereen, als je daar niet was, dan hoor je er bij wijze van spreken niet bij in België. Ja. Dat was meer niche georiënteerd en dat, Tahiti was meer commercieel. Heel groot en ook heel commercieel. Ook toch wel? Alleen, dat was zeg maar de geboortegrond van de Newbeat destijds. Daar liep iedereen met die smileys en al die rare outfits. Dat was een hele dresscode. Maar dat is heel raar. Sommige tenten hebben gewoon bepaalde dingen. De marathon had ook zo zijn aparte dingetjes. Ja. Qua muziek, nou dat had Tahiti op zijn eigen stijl ook wel. Want we draaiden heel veel Caribbean dingen er doorheen. Maar we moesten bijvoorbeeld niet te veel R&B draaien. Want bedoel, dat trok ook weer bepaalde mensen aan. Ja, Ludwig wilde dat niet in die tent hebben. Liever niet in die tent wilde. Dus dat deed je op een hele slinkse wijze. En ik kan me nog goed herinneren, want er was een gozer die was naar Amerika geweest. Die had de Fugees meegenomen met Killing Me Softly. Ja. We waren werkelijk echt de allereerste die dat draaiden. Want hij was rechtstreeks uit Amerika naar ons gekomen. Mm-hmm. Dus dit moet je draaien. Wij vonden het als personeel geweldig. Arie had er een scheidhekel om. Dat is echt verschrikkelijk. Ook aan dat nummer dat dus uitbrachten van hij maakte me gek met zijn vinger. Hij vond dat one time en dat two time. Daar had hij zo'n schurfthekel aan. Oh. En ik weet nog dat hij stond toen achter me. En dat, toen deed ik eigenlijk een soort van In the Air Tonight. Dat was midden op de avond, begin van de avond. Ik zeg, nou Arie, ik zou maar even weggaan. Want dan ga je favoriete nummertje draaien. Welk is dat dan? Ik zeg, nou, de Fugees. Waarom dan? Ik zeg, nou, omdat hij overal ter wereld op nummer 1 staat. En weg was die. Ja. We waren een commerciële tent. En dat is commercieel. Nou ja, dan heb je gewoon recht van spreken. En dan houdt hij ook zijn mond. En zo kon je hem, wat dat er gaat, op die manier in de hoek zetten. Ja, kan. Dames en heren. Dat was een beetje achtergrondinformatie wat ik destijds met Tahiti had. Maar het was leuk. Ik heb een wereldtijd gehad. Echt, serieus. Het was me weer een waar genoeg. En hier heb ik ook een wereldtijd gehad. Voordat je tot 12 uur doorgaat. Die remmen, die doen het niet. Het is net die enthousiasme van Marcello. Dat heb hij ook. Maar het is best lastig als je rijinstructeur bent en je remmen doen het niet. Nee! Zo. Nee, hij blijft het doen. Dan heb je een probleem. Of er zit een mevrouw achter je met een fotocamera foto's van je te maken. Ja, echt. En dat is van zijn vriendin. Lekker man. Geweldig. Hey Marco de Luna en natuurlijk ook jij daar. Onze André den Hartog, bedankt je weer voor de Rhythm Kitchen deze week. Over 14 dagen zijn jullie er weer. Nee, helaas. Dan ben ik er niet, want dan is mijn zoontje jarig. Maar met een beetje geluk is Michiel van der Kuij. Nou ja, goed. Als het mee zit, komt Michiel van der Kuij. Als hij niet iets moet filmen of tapen of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk ook. Ik heb hem al ingezeind en hij zegt nooit nee op... Hij zal bijna nee tegen jou, hè? Doet en aanstaande donderdag, Hit House on Air. Niet vergeten. Zeker weten. Dus, dames en heren, donderdag zijn we er weer. Are we gonna play house tonight? Come on. This is Hit House on Air. Hey, DJ! Met Harold Faartman en Jerry Baker. Radio Stad Den Haag.
Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old school dance hits. Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stop Den Haag. Every Sunday, live. Boo! Boo! That was the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Well, there are parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. It's wonderful. Oh, bravo. Mo!